Hier zaten we dus bij het praktische, van hoe moeten we dit nu gaan aanpakken als we nu als docent zelf willen beginnen screencasten van PowerPoints of andere opnames. Hoe moeten we dat praktisch aanpakken? Wel, het eerste wat hier belangrijk is, is dat je toch wel een uitgebreide PowerPoint moet maken en dat natuurlijk ook wel grondig moet voorbereiden, maar dat is natuurlijk van alle lessen zo. Bijvoorbeeld deze PowerPoint hier, die ik nu aan het bespreken ben, die ik nu aan het overlopen ben, bevat een honderdtal slides. Een honderdtal slides, je hebt het al gezien dat ik daar een redelijk tempo in steek, en dat daar veel beelden in zitten, en zo verder. Ik denk wel dat dat ook nodig is. Een van de punten die ik ook zeg is van hou er rekening met de studenten, hou er wat rekening mee, dat ze zitten te kijken naar een scherm. Als het hier te lang niet verandert, dan heb je het risico dat de aandacht wel iets minder wordt. Dus maak een heel uitgebreide PowerPoint. Bereid dat toch wel redelijk goed voor. Als je werkt met een Apple computer, dan kun je gewoonweg QuickTime Player gebruiken om screencasts op te nemen. Dat zit er standaard in. Het is gratis. Als je kijkt naar het programma, je kunt in Finder even of in je kunt even QuickTime Player openen en dan nieuwe schermopname en dan ben je vertrokken. Dus dan neemt hij gewoon het scherm op met de klank daarbij. Werk je met een Windows, dan kun je Camtasia gebruiken. Nu, Camtasia is wel betalend, maar probeer het even uit. Je kunt dus een Camtasia Free Trial krijgen. Geef het gewoon even in Google of Camtasia is het waarschijnlijk. Camtasia, ik weet niet precies hoe je het moet uitspreken. Camtasia zal wel heel Nederlands-Vlaams zijn. Camtasia, oké, doet er niet toe. Je moet het dus uitproberen daar. Het is gratis, je downloadt het op je computer en je bent vertrokken. Dus zolang je ergens op een of andere manier een micro hebt, en de meeste computers zijn toch met ingebouwde micro, dan kun je daarmee beginnen. Dan neem je eigenlijk zowel een QuickTime Player als die Camtasia dient eigenlijk voor het opnemen onder andere van je scherm, van je computerscherm. Dus eenmaal je PowerPoint hebt voorbereid, eenmaal je PowerPoint af hebt, dan kun je dat gaan opnemen met die tools. Voor de opname zelf. Voor de opname zelf, je hebt gemerkt dat ik daar ook een beetje voor oplet dat de screencasts niet te lang worden. Zorg dat ze niet langer duren dan een vijftiental minuten. En dat ze toch wel bevattelijk blijven. Zowel voor degene die het aan het inspreken is, als voor degene die het moet beluisteren. Als je bezig bent met een opname en bij minuut 24 maak je een fout waardoor de opname eigenlijk niet meer te gebruiken is, wel, dan kan ik je zeggen dat er daar een pak vloeken opvolgen die toch niet voor publicatie geschikt zijn. Dus als je een fout maakt na 4-5 minuten opname, dan is het niet zo erg dat je eventjes moet herbeginnen. Je moet natuurlijk ook geen schrik hebben om hier en daar een fout te maken. Het kan altijd eens gebeuren. Ik zit hier ook een opname te doen. Ik zit hier nu bij mij thuis die opname te doen. Wel, nu en dan kijk ik eens naar de deur of de kat niet binnenkomt miauwend. Want dan kan ik ook herbeginnen met mijn opname. Al zo'n dingen gebeuren natuurlijk. Of de kinderen die eens komen binnengestormd. Als dat is na een minuut of 5, dan valt dat mee. Als je bezig bent aan minuut 24, dan is dat net iets erger natuurlijk. Je maakt die opnames, je saveert die opnames. Ik zal direct zeggen waar je wat meer technische informatie kan vinden daarover. En dan maak je een YouTube-account aan waar je dus je video's kan uploaden. Je kan die uploaden, je zet die in een playlist, zoals ik dit hier heb gedaan, een afspeellijst event management. Je kan die playlist eventueel ook privaat zetten, waardoor de playlist alleen kan gezien worden door mensen die de link krijgen. En ze kan dus gedeeld worden, maar als je niet wilt dat dat publiek is, en dat is soms ook wel nuttig natuurlijk voor copyright issues en zo verder, dat je die niet echt publiek maakt. Dus je zet ze op YouTube, allemaal gratis. Tot nu toe is het allemaal gratis. Hè? Als je buiten die Camtasia, maar misschien is dat ook wel iets dat hogescholen op een bepaald moment moeten aankopen als licentie. Er zijn ongetwijfeld nog andere programma's, hè? Dus zoek het dus op, misschien ook op het internet.
Misschien zijn er ook wel gratis programma's te vinden, maar ik werk zelf met een Apple, dus ik heb QuickTime Player dat voor mij gratis werkt en goed genoeg werkt. Oké, okay, we hebben onze opnames, we hebben onze PowerPoint, we hebben onze opnames, we hebben onze YouTube-account, we zetten ze daarop, we zetten ze op een lijst. Eventueel kun je ze dus ook nog in een website integreren. En dan, wat er ook wel nuttig is, je vraagt aan studenten om dat te bekijken. Waar wij heel veel gebruik van maken, binnen Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, maar ook binnen PHL in Hasselt, is van Facebook om studenten en docenten samen te krijgen. Ik weet dat sommige docenten daar nogal huiverig tegenover staan, maar je wint er enorm veel tijd mee. Je wint er mailtijd mee, die je anders verspilt aan mailen, aan mails te beantwoorden. Wat is het probleem met mails? Dat je meestal in een 1-1 conversatie zit. Eén student vraagt iets waar niemand anders iets aan heeft, aan het antwoord dat je dan misschien aan een andere student nog eens moet geven. Dus wat doen wij? Wij werken veel met besloten groepen. Hè. Bijvoorbeeld voor cross-media management hebben we een besloten groep. Cross-media management, die gaat over mastering social media. Hebben we dus een besloten groep van studenten en van docenten. En daar zie je dat Bram Vos bijvoorbeeld hier over de Less Social Object vraagt van noteer hier de blog die je hebt besproken. Super gemakkelijk, omdat je hier gewoon met het liken kan aangeven of dat in orde is of niet. Hè. Een andere docente, Saskia, die zegt oei, ik ben iets vergeten deze morgen, kunnen we dat hier nog even, of ik ben iets vergeten afgelopen dinsdag, kunnen we dit hier nog eventjes in orde maken? En je krijgt heel vlug antwoorden daarvan die nuttig zijn. Eventjes tussendoor. Facebook, het is een medium dat fantastisch goed werkt. Je ziet hier nog een aantal voorbeelden waar een andere docent vraagt een reminder. Heeft een docent Engels, daarom is alles in het Engels. Gewoon een reminder, post of... Hier zien we dan een voorbeeldje van event management in Hasselt. Een andere groep die we hebben opgemaakt waar... Het opleidingshoofd vraagt van in bijlage de materiaallijst voor een project. Zorg dat alles in orde komt. Dus we loaden dan gewoon een Excel-bestandje op. Ik zeg dat eventjes tussendoor. Ik maak daar heel veel gebruik van. Het is hun medium, zeker van jonge mensen, Facebook. En die besloten groepen, als die goed worden gemanaged, dan werkt dat perfect. Ik zet daar zelfs punten op die ik geef voor een project. Ik geef daar ook de uitleg over hoe die punten worden verdeeld, enzovoort, enzovoort. En dan kunnen ze mij ofwel voor individuele uitleg, kunnen ze mij nog Facebooken of kunnen ze mij Skypen enzovoort. Wat is goed aan die besloten groepen? Het goede daaraan is, en ik heb hier nu geen voorbeeld, dat is wel wat jammer denk ik, niet direct een voorbeeld, maar sommige vragen worden gesteld binnen die besloten groep en worden opgelost door de studenten zelf. Dat is ook een van de criteria die ik meegeef voor het gebruik van die besloten groepen, is dat ze, als ze een vraag stellen, die andere studenten kunnen oplossen, dat andere studenten dat oplossen. Als ik zie dat een vraag die wordt gesteld binnen die besloten groep van studenten niet wordt opgelost door studenten, of dat meerdere studenten daar dezelfde vraag over hebben, wel, dan heb ik ergens een fout gemaakt als docent, ben ik ergens niet duidelijk geweest en dan los ik die vraag wel op. Dus de combinatie van enerzijds die screencasts die ze bekijken en anderzijds Facebook besloten groep, voor mij is die besloten groep een beetje het klaslokaal waar er al heel wat interactie kan gaan ontstaan, waar er kunnen vragen gesteld worden over specifieke screencasts, over specifieke... delen daarvan over verzekeringen en zo verder. Eigenlijk zie je dat die Facebookgroep een beetje heel goed aanvullend kan zijn aan het flipping the classroom. Het is een deel van de classroom, die besloten groep. Opmerkelijk, ik geef het hier maar eens als voorbeeld. Hè. Dat was dan op studentenproject. Ik post hier, ik zit dus in een bureau en ik weet niet waar een bepaalde student is. En ik vraag hier, kun je even langskomen in het bureau van Gert? Doorgeven aan Nikimo alsjeblieft, dus de andere studenten ga je gaan inschakelen. 14:30, 14:31, check, ik kom eraan. Als ik als docent moet opstaan uit dat lokaal, ga zoeken waar die student rondloopt op de campus, wel, dan ben ik gewoon een uur kwijt.
als ik die al zal vinden natuurlijk. Door gebruik te maken van Facebook op een iets wat intelligente manier, op een gecontroleerde en een goed gemanagede manier, bedoel ik daarmee, met heel duidelijke afspraken, met een policy die je ook binnen die groepen gaat zetten, dan win je daar heel veel tijd mee. En is dat heel goed aanvullend voor, of is dat heel goed te gebruiken binnen het Flipping the Classroom model. Gebruik Facebook om besloten groepen aan te maken en tot slot, nee, niet tot slot, sorry, maar gebruik Google als je problemen hebt, technische problemen rond Camtasia, rond QuickTime, rond Facebook, besloten groepen, hoe zit dat? Ik merk soms nog dat een aantal docenten dat net iets te weinig gebruiken. Alle problemen, alle technische problemen die zich ooit hebben voorgedaan met die tools, vind je oplossingen rond op Google met een beetje gericht te zoeken. En gebruik Google en lynda.com. Lynda.com is een fantastische website waar er allerlei videotutorials op staan. Het is ook wel betaald, het is met een abonnement van, maar er is ook een free trial, denk ik. Ja, er is hier een free trial, zoals je kan zien. Er is dus een free trial die je kunt gebruiken. Waar er ook bijvoorbeeld van Camtasia een essential training staat, waar QuickTime Players ongetwijfeld ook op staat voor degenen die echt geïnteresseerd zijn. Ook PowerPoint bijvoorbeeld, ook Blackboard, enzovoort. Lynda.com. Het is een website waar ik al heel veel heb aan gehad. En eigenlijk ook een beetje werk natuurlijk volgens het Flipping the Classroom systeem. In zoverre dat ze werken constant met videotutorials, met screencasts die je thuis kan bekijken. Wanneer je dat zelf wil, waar je dat zelf wil, wil ik nog eens benadrukken. Hè. Je kunt het bekijken, die YouTube-video's die je uploadt, die screencasts, die lessen die ik upload, kunnen studenten bekijken op de trein, hè. Kunnen ze bekijken op hun smartphone, kunnen ze bekijken op hun computer wanneer ze dat willen, en kunnen ze bekijken op het toilet bij manier van spreken. Dus ze kunnen lessen volgen waar, wanneer ze dat willen, en ook het tempo dat ze dat willen. Gebruik Google en Lynda en denk in functie van de student, die constant wordt afgeleid. Dus probeer wat beelden daarin te steken, probeer wat humor daarin te steken. Hou die snelheid erin. Ik heb hier gezegd die 100-tal slides voor uiteindelijk een... Ik denk dat we gaan eindigen op een 30-tal of 35-tal minuten screencasts. Dus een 100-tal slides, dat is toch wel veel. Dus een van de voordelen ook, eventjes nog tussendoor natuurlijk, van die screencasts... Ik heb het al gezegd dat studenten zelf het tempo kunnen kiezen. Studenten hebben natuurlijk ook het grote voordeel dat ze je kunnen terugspoelen. Dat ze je kunnen terugspoelen als ze iets niet hebben goed begrepen of even afgeleid zijn. In de les is dat natuurlijk moeilijk om een docent terug te spoelen. Je kunt wel eventjes vragen van, ik heb dat niet goed begrepen, maar met die screencasts heb je het voordeel dat je bepaalde moeilijke stukken eventjes kan herbekijken. Ik gebruik... die screencasts ook bijvoorbeeld voor budget, waar ik dus een budgettering van evenementen, waar ik dus het evenement overloop, het budget, die Excel overloop, wel voor studenten is dat veel beter, want als ik dat doe in de les, dan zitten ze allemaal te kijken naar dat scherm vooraan, is dat niet zo goed leesbaar, begin ik soms ook uitleg te geven die ik zo... Of een uitleg te geven die niet zo duidelijk is, omdat het voor mij allemaal evident is. Wel, het voordeel van een screencast is dat studenten dat kunnen zelf op hun tempo bekijken. Ik blijf er eventjes hangen en ik wijk eventjes af. Eigenlijk staan we nu al veel te lang te kijken op dat ene scherm. Op dat ene scherm hier, dat wordt vervelend voor studenten. Ik zal hier niet meer pauzeren, we gaan nu over de 15 minuten gaan, maar het is de laatste screencast, dus dat kan wel eventjes nog eventjes doorbijten en hopen dat mijn kat niet miauwend binnenkomt, zodat ik niet moet herbeginnen met deze screencast. Last but not least, als docenten moet je hier echt wel het principe van trial and error
durven toepassen. It works. Hè? Je maakt fouten, je moet soms herbeginnen, er staan fouten in een screencast enzovoort. Op zich niet zo erg. Hè? Je moet durven dingen proberen, soms met nogal... soms loopt het verkeerd, soms staan er fouten in, soms vloek je omdat technisch iets niet werkt, soms bekijk je een screencast en merk je versprekingen, laat het dan toch voor wat het is. We verspreken ons ook in de lessen en zo verder. Dus het is natuurlijk wel voor de eeuwigheid als je iets opneemt, maar binnen het kader van lessen kan dat wel natuurlijk. Je moet trial and error, je moet dingen proberen. Hè, je moet dingen proberen en hopen dat je uiteindelijk tot een beter resultaat komt voor de studenten, vooral voor de studenten natuurlijk, en hopelijk ook voor jezelf, dat het voor je ook een stuk aangenamer wordt in de lessen zelf. Dus trial and error werkt. Trial and error en trial tot je een goed systeem vindt. Voor mij is het ook nog elke dag zoeken hoor, met die screencasts aanpassen van de opnames, van het geluid enzovoort. Ja. Ik denk dat we er ongeveer zijn. Ik zal nog eventjes kort samenvatten. Ja, kort samenvatten is altijd wel kort natuurlijk. Waarom willen we het wel? We willen een klas met meer interactie. Waarbij het ook natuurlijk interessanter is voor docent en voor de student. En we willen dat risico van die saaiheid gaan opvangen door de klas net te maken tot een plaats waar studenten converseren, waar studenten praktische vragen stellen vanuit het oplossen van hun taak, van hun opdracht. Dus dat is één. We willen een klas met interactie. Dat is één. Mijn criterium om Flipping the Classroom toe te passen is dus een herhaalde kennisoverdracht. Die ook kan zonder directe feedback. En hoe moeten we dat doen, Flipping the Classroom? Wel, we kunnen dat doen door screencasts op te nemen en te vragen aan studenten om dit thuis te bekijken. Waar ze dan moeten een opdracht uitwerken. En dan bespreken we de opdrachten en problemen in de les. En we hadden daar ook die conclusie aan verbonden. Dat we niet geloven in Sinterklaas. Dat niet alle studenten dat thuis zullen bekijken. Als er geen verplichte opdrachten verbonden zijn. Via bijvoorbeeld Blackboard. En daarna hebben we dan nog eventjes praktisch overlopen hoe we dat allemaal kunnen vormgeven, die screencasts. Kijk, je merkt nu natuurlijk, ik zit nu zelf op een 17 of bijna op een 18 minuten, dan word je wat moe bij een opname, wordt het wat minder strak, dus hou het bij een tiental minuten per opname, 10, 15 minuten. Ik wil dit hier nog even meegeven, echt om te eindigen. Trial and error, en dat is een mooi voorbeeldje van trial and error. Ik had hier dit meegegeven als opdracht. Denk eens na over een gedeelte van jouw lessen dat je zou kunnen screencasten. En als je niets vindt, hoe komt dat dan eigenlijk? Dus denk daar eens over na. Wel, dat is een fout. Want hier geef ik een opdracht mee, waardoor ik eigenlijk die screencast meteen... heel erg gericht naar één bepaalde groep, zijn de docenten. Niet meer voor studenten, die opdracht is niet voor studenten. Dus eigenlijk moet je ervoor opletten, als je een PowerPoint maakt, als je een les gaat screencasten, ervoor zorgen dat die niet te gedateerd wordt. En niet te specifiek wordt. Niet te specifiek naar tijd, niet te specifiek naar één klas, naar één school, naar één groep, bijvoorbeeld docenten. Je moet ervoor zorgen dat het algemeen blijft. Dat betekent niet dat je informatie algemeen blijft, maar dat je ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld de screencast ook nuttig maakt voor studenten. En dat je daar toch nog een opdracht kan aan verbinden. Hoe kun je dat doen? Wel, de opdracht geef je niet mee in de screencast, maar je geeft die mee... op een andere manier, bijvoorbeeld apart op een webpagina of op Blackboard enzovoort. Dus een mooi voorbeeldje van die trial and error, dat die wel werkt. Ik had eerst die opdracht meegegeven en dan heb ik dat gewoon dus verwijderd en heb ik dit ervan gemaakt. Kijk even op eventconversation.be pagina waar je die screencast hebt gevonden of er geen praktische opdracht staat voor jou.
Nu, voor alle duidelijkheid, als het docenten zijn die kijken, wel, dit is de opdracht. Denk eens na over een gedeelte van jouw lessen, een gedeelte dat je zou kunnen screencasten. En als er niets is, hoe komt dat dan eigenlijk? Ik ben erdoor. Dat was het. Flipping the Classroom door Peter de Kuijperen. Je kan me bereiken op peter@omerta.be of telefonisch 0475-710913. Of via Facebook of LinkedIn of Twitter en zo verder en zo verder.